Ik ben Fabian Beukhoff, ik ben 16 jaar. Ik speel bij PEC Zwolle onder 17. Ik zit hier in het gastgezin. Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin hier. Ja, voor mij geldt ook zelfs. Ik ben 16 jaar. We zijn tweeling, zoals je kan zien. Ik zit hier ook in het gastgezin. Al denk ik meer dan anderhalf jaar, zoiets. Tweede seizoen. En ik speel ook in de B. In het begin was het wel eventjes wennen, want je komt in een andere omgeving, je komt op 14-jarige leeftijd kom je hier en dan woon je niet echt meer thuis. Dus je leeft als soort van op jezelf. Maar we zijn hier wel heel erg goed opgevangen en ook door de jongens van PEC zijn we goed opgevangen. En ja, we wennen best wel snel aan elkaar. En ja, ik voel me al heel snel thuis al. Het begon eigenlijk bij Bennekom, we speelden daar eigenlijk tot de D1 en toen een C1 bedoel ik. En toen moesten we ooit een wedstrijd tegen PEC Zwolle spelen en dan hadden we 3-2 gewonnen en dat ging eigenlijk voor ons allebei heel goed. Dus een week later kregen we een brief dat we een wedstrijd mee moesten doen met PEC. Ja, die wedstrijd ging heel goed en zeiden ze eigenlijk al, ja, jullie mogen hier in de opleiding komen en dan moesten we langskomen voor gesprekken. En uiteindelijk zeiden ze dat we in een gastzin moesten komen en dat was natuurlijk wel even schrikken voor ons, want ja, we hadden eigenlijk allebei niet verwacht dat we in een gastzin moesten komen. Ze zijn nu al anderhalf jaar bij ons, hè? Je hebt toch wel een heel stuk van hun leven meegekregen en hun ontwikkeling. De tweeling heeft enorm naar zijn zin, maken heel veel mooie dingen mee. Ontwikkelen ze zich op alle fronten heel erg goed, maar voornamelijk als voetballer. We zijn hartstikke blij om de jongens hier te hebben, maar we zijn net zo blij met de gastgezinnen die we hebben. Dus ja, we zijn heel erg tevreden met de keuze die we gemaakt hebben, zowel voor de spelers als voor de gastgezinnen. Nou, ze zijn heel zelfstandig en ze zijn ook heel relaxed en heel gedreven voor hun sport. Want echt die discipline, 's morgens gaat die wekker en ze gaan gewoon en ze gaan op tijd naar bed. In het begin waren ook ouders nog wel bezorgd van, goh, op vrijdagavond komen wel eens wat jongens van het elftal, als ze uit moeten spelen, komen ze slapen bij ons. En waren ze wel bezorgd, gaan ze dan op tijd naar bed? Ja hoor, ze gaan allemaal op tijd naar bed. Jongens gaan weg. En zo die discipline, dat is echt geweldig. Hetgeen wat er bij PEC Zwolle wordt aangeboden, de training op het allerhoogste niveau, wat de jongens maar kunnen krijgen, gekoppeld aan de geweldige opleiding op school en het ontwikkelen als mens in een gastgezin. Ja, ik denk dat dat ideaal is voor dit soort spelers, die zich kunnen voorbereiden hopelijk op een mooie carrière als voetballer. Eerst gewoon doorbreken bij PEC Zwolle. En dan ja, gewoon zo hoog mogelijk. Ik hoop in de Premier League te komen. Ja, dat geldt precies hetzelfde voor mij. WK spelen, Champions League.